Ik laat nu een aantal modellen en portretschilderijen zien die niet in het boek terecht zijn gekomen, plus een aantal werken na de publicatie. Nou, dus dit is eigenlijk meer vanuit de titel, het model, de schilder en zijn werk. Hele oude Sebastiaan uit 1993. Zonder sterretje. Ja, dat is al lang verkocht. Die is trouwens ook verkocht. Ja, die is verkocht. Hier zie je in het rode water zie je een figuur liggen die net met de knie en de schouder iets over het water uitkomt. Jullie hebben daar een variant van, Silent Water, met het flesje. Dat staat in het boek. Ja. Ja. Nou, een mooie jongen van 16. Dit is trouwens een jongen, die is werkelijk 16 en ook een van mijn langstlopende modellen geweest, die voor mijn model heeft gestaan. Allemaal met toestemming van de moeder, want daar ben ik ook nog bevriend mee. Oh. Nou, hij is mijn beste model geweest en het best verkopende. Mooi. Ik geloof nu nog maar één werk van hem. Het is meer zo'n collage, meer collageschildering. De jongens van Apollo, hij heeft twee vriendjes gehad, hè, Apollo, en allebei heeft hij ze in feite per ongeluk gedood. Eén keer met een discuswerper, discus die hij gooide, en één keer met een speer. Nou, die heb ik hier niet in verwerkt. Nou, dat is een mooie jongen. Ja. Een jongen op het fluweel. Een jongen op de trap. Ganymedes, een aantal schilderijen met Ganymedes gemaakt, die valken. Ook echt bij een valkenier geweest die op de ergens in Eindhoven bezig was met, vanuit Arnhem ging hij in Eindhoven dan duiven en meeuwen verjagen, vuilnisbelten. Dus daar heb ik afgesproken, ik heb toen een heleboel foto's gemaakt van die valken die hij had. Dit is de Amerikaanse, en hij had ook nog een witte, en een heleboel had hij erbij zich, hartstikke mooi. Dus goed te gebruiken voor het schilderij van Ganymedes. Je kunt verder. Leuk, er zit ook een beetje abstractie in, eigenlijk. Ja, 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 dat lijn wat erin komt is eigenlijk heel plat en zo. Het gezicht is heel realistisch. Deze staat bij jullie, bij Mooi Man. Dus bij Acquille, dat wordt alweer veel platter. En dit zijn de koppen dan die... Ja, dat ik minder modellen ging doen, maar meer alleen de koppen. En dan ging het ook weer een beetje mee spelen. En dan vermenging van realisme en abstractie. Dit is ook een hele grote. Dit is de grootste die ik tot nu toe gemaakt heb, 31 bij 31, helemaal met acryl. Cri Passionel, dat is een echt gebeurd verhaal. Tenminste, ik was ermee bezig en toen dacht ik van, dit gaat eigenlijk over een moordzaak in Arnhem. Dat was een man die een vriendje had en dat ging blijkbaar op een gegeven moment niet goed. En toen heeft dat vriendje hem de penis afgehakt, in zijn mond gedouwd en toen ging dood. En volgens mij, ja, dat zie je een stilleventje, hè. Dus, een snede en hij staat daar met een mes, de bloed aan. In Arnhem? Ja, het was in Arnhem. Dat was ook een deur in Arnhem. Ja, heel erg vol. Ja, maar is dat al lang geleden? Oh ja, dat is al heel lang geleden. Ja, 15 of langer misschien. Ja, net goed. Ja, mooi. Een van mijn laatste weer portretten, zoals ik ze eigenlijk ook al die tijd. tijd van 10, 15 jaar geleden maakte gewoon weer een model. Ja. En volgens mij nog eentje. Oh ja, nou dit is eigenlijk allemaal dezelfde periode. Dit is dan weer heel strak en abstract in een soort ruimte staand en met een model. En dat is de laatste voor deze. Een dingetje hangt daar nu. Ja. En die hangt hier. Objectje, ook leuk om te